De Nationale Veiligheidsconferentie zal een jaarlijks terugkerende activiteit moeten worden, omdat het van groot belang is, zei veiligheidsadviseur van de president Melvin Linsgeer. Hij was gisteren een van de sprekers tijdens de eerste editie van de conferentie, met daaraan gekoppeld de aanbieding van het Nationaal Strategisch Veiligheidsplan 2023 aan het staatshoofd. Linsgeer geeft ook aan dat de veiligheidsdiensten zelf kunnen aangeven als er meerdere conferenties in een jaar moeten komen. Er zijn genoeg domeinen binnen nationale veiligheid die van tijd tot tijd, vanwege de dynamiek van nationale veiligheid, maar ook de dynamiek in de ontwikkeling van criminaliteit en onveiligheid, er genoeg ruimte is voor het analyseren en presenteren en belichten van de verschillende onderdelen in de keten van nationale veiligheid. En daarbovenop is het doel van deze overlegmomenten ook de conferentie, het confereren, een beetje de synergie ontwikkelen tussen de verschillende diensten die allemaal een verantwoordelijkheid hebben binnen de nationale veiligheid. Ergens in, ik denk in november 2021, staande, of misschien moet ik zeggen zittende, een vergadering van de Nationale Veiligheidscommissie, heeft de president de opdracht gegeven om een nieuw Nationaal Strategisch Veiligheidsplan te trekken. Linsgeer geeft verder aan dat er veel voorwerk is gedaan door werkgroepen. Nationale veiligheid is niet meer het traditionele van boeven vangen, maar het is veel meer dan dat. Eigenlijk zou je moeten zeggen, nationale veiligheid, veiligheid is de afwezigheid van onveiligheid. Maar het is een utopie. Maar we moeten wel ervoor kunnen zorg dragen dat we in elk geval de risico's kunnen voorkomen, mitigeren of elimineren. Strategiebepaling, analyses, inventarisatie van de domeinen en strategische pijlers waaruit we enkele domeinen hebben geformuleerd. En de voortgangscontrole. De adviseur zegt dat het belangrijk is om een document als het veiligheidsplan op te stellen met de juiste vormgeving en monitoringmechanismen. Anders blijft het een stuk dat in de bureauladen van ambtenaren zal blijven en niet aan bod komt.